Het is nu af. En we kijken eigenlijk weer even naar een jaar geleden toen we begonnen met deze afbeelding. Een afbeelding van de anatomische les van Rembrandt dient vorig jaar als inspiratie voor een paar klassen om de Leidse schilder beter te leren kennen. Het bleek een schot in de roos. Prachtig idee van Doris om dit te bedenken. En ook mooi uitgevoerd door Guus. We hebben vele pauzes doorgewerkt. Tijdens de lockdown hebben ook kinderen nog thuis getekend. Ik kan niet anders zeggen dat ik daar heel erg van onder de indruk ben. Heb je daar misschien zelf ook een rol in gespeeld? Want je bent nogal passioneel hierover, hè? Ja, dat klopt. Ik ben daar eigenlijk dag-nacht mee bezig. En dat heb je weten over te brengen aan de kinderen? Kennelijk, ja. Dat is gebeurd. Zelfs de leerlingen die niet zoveel met kunst hebben, worden enthousiast. Ik vond het wel leuk. Ik ben nooit zo erg van tekenen geweest, maar nu heeft juf Alice me geleerd dat het toch wel leuk kan zijn. Heeft zij haar enthousiasme voor kunst ook een beetje op jou overgebracht? In principe wel. Ik vind het wel heel leuk, dit project. Het is niet zo dat ik nu thuis dit uren aan het doen ben, maar ik vind het zeker wel leuk om te doen. Of je doet het even met een heel klein beetje witte verf. Met als een dun lijmkwastje. Ja, en deze moet je ook met witte verf doen. Ben je er trots op wat ze allemaal maken? Ik weet niet wat ik zie. En dat is ook met welke leeftijdsgroep ik ook werk. Maar als je met een leuk idee komt, komen ze met nog iets veel leukers terug. En tijdens het plakken van die portretten ontstonden er weer zoveel nieuwe ideeën van de kinderen. En dat gaat over en weer en dat houdt eigenlijk nergens meer op. De collages komen in ieder geval in de aula van de school te hangen. Maar de leerlingen hopen natuurlijk dat Museum de Lakenhal ook interesse heeft.